Yurchenko 2,5 schroef was niet uitgedraaid. Het zou zomaar kunnen betekenen dat dat terug wordt gebracht naar een Yurchenko dubbelschroef. Nabieva in de finale. Als vervangster van een andere Russische turnster, Kurbatova, stond ingepland. Kijk, hier ziet u het. Niet uitgedraaid. Ik ben benieuwd welke startwaarde ze zal krijgen. In de voorlopige stand zie ik een 6,5. Knieën behoorlijk krom. Pas opzij. Wellicht had de Russische teamleiding meer vertrouwen in Nabieva dan in Kurbatova. En dan zou Kurbatova vermoedelijk met een blessure uit het toernooi zijn gehaald. Fake of niet. ...8.933 voor uitvoering. En de volgende sprong moet wel van uitzonderlijke klasse zijn. Ja, wil Rusland hier zijn derde gouden medaille gaan halen? Ik vind dat Nabieva in de eerste sprong heel positief beoordeeld is. Met een sprong die niet uitgedraaid is, pas opzij. Behoorlijk kromme knieën. Het wachten is ook ditmaal op de officiële score. 15.433 dus onofficieel. Nee, de D-score wordt inderdaad weggehaald. Aangepast. Ja, jij gaf het al goed aan, Vincent. Ja. 5.8 nu. Ja, wordt teruggebracht naar het dubbelschroef. En haar totaalscore wordt nu 14.733. Het scheelt 17 in de uitgangswaarde. En dus mag Sacramone ervan uitgaan dat zij de leidster blijft. Of zij moet in haar tweede sprong 15.7 of hoger weten neer te zetten. Maar dat is denk ik erg lastig. Tatjana Nabieva. Goud dus met de Russische landenploeg. Nee hoor. Zelfde sprong als Mustafina. Beter uitgevoerd dan Mustafina. Mustafina heeft zich overigens geplaatst voor alle vier de toestelfinales individueel. Dus die krijgen we straks ook nog in actie op Brug. Ja, en overal kans op medailles. Felicitaties voor Sacramone. Nabieva een score van 6.1 uitgangswaarde bij haar tweede sprong. Mustafina kunnen we gerust in het rijtje gaan zetten als van turnsters uit de Russische turnschool die zeer beroemd zijn geweest. Omeliantschik, Shushunova, Boginskaya, Gorkina. En als je op dit niveau zo presteert als Mustafina, dan hoor je gewoon in dat rijtje thuis. Deze score nu weer teruggebracht tot 5.7. Ja, misschien dat de sprong aangegeven is als gestrekt. Maar dat de jury heeft bepaald dat het een gehoekte sprong was. Ja, het is het lang wachten voor Sacramone. Maar vooralsnog ligt ze op koers voor een gouden medaille. Zo dadelijk krijgen we de Britse Imogen Cairns. 8.866 voor uitvoering. En dat betekent dat Nabieva niet voorbij Sacramone gaat. Zij neemt de vierde plek in op dit moment van de vier turnsters. En dus geen van beide Russinnen voorbij de Amerikaanse Sacramone. Oh, ja, de tranen. Teleurstelling. Ja, natuurlijk. Gisteren al die onfortuinlijke val van de evenwichtsbalk. Die hele merkwaardige val.
En nu dus in ieder geval geen medaille